Goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom op ons webkanaal dominicanen.tv. We hebben opnieuw te gast professor Rick Torfs. Hartelijk welkom, professor. In onze vorige uitzendingen hebben wij het gehad over de kerk als gastvrije ruimte en ook over de kerk als een glimp van transcendentie, van iets wat ons mensen overstijgt. Nu weet ik, ik heb trouwens ook het boek gelezen, nu weet ik dat u niet zo'n hoge pet op hebt van de kerk als moreel instituut. Maar ik bedoel dan de kerk en moraal, de binding van kerk en moraal. En toch spreekt u erover. U hebt er zelfs twee hoofdstukken aan gewijd, op een heel merkwaardige manier. U spreekt over de verrotting en u spreekt over het hospitaal. Ja. Ja. We kunnen misschien beginnen met dat merkwaardige begrip verrotting. Wat bedoelt u in verband met kerk en moraal met verrotting? Om te beginnen, de kerk spreekt veel over moraal en vooral over seksuele moraal, zonder daarom altijd in de praktische beleving ervan uit te blinken. Zelf uit te blinken. Maar verrotting is eigenlijk een begrip dat ik al lang geleden heb opgepikt uit het werk van Michel de Certeau, een Franse jezuïet die vrij jong gestorven is, maar die je vooral ook moet situeren in de sfeer van de jaren 60 en 70, dus een sfeer waarin heel veel veranderde. En vooral, zeker eind jaren 60 en begin jaren 70, waar voor een deel het optimisme over het Tweede Vaticaans Concilie al was verdwenen. We hadden dan bijvoorbeeld de encycliek Humanae Vitae gehad, waarin alle voorbehoedsmiddelen, behalve de natuurlijke methode, dus door Paus Paulus VI, werden afgewezen. En je voelde ook wel, en veel mensen voelden dat, inclusief Michel de Certeau als intellectueel, die voelden allemaal goed aan dat eigenlijk de kerk plotseling niet meer helemaal sturend kon zijn voor de tijdgeest. Integendeel, dat ze wat op een zijspoor geraakte, in haar eigen logica verstrikt, misschien ook stilaan de boodschap van de heilige rest begon te prediken, van de mensen die zich allemaal vlekkeloos goed gedroegen en zo meer. En de Certeau vond dat dat niet klopte en dat eigenlijk het instituut zelf wat vermolmd was en niet meer in staat was om een leidende rol te spelen, leidend in de goede zin. En dan heeft hij dat begrip ontwikkeld ook, l'institution comme pourriture, het instituut als verrotting. Het rotte instituut, kerk voor een stuk, dat juist door die verrotting, door zichzelf bijna te ontbinden, tegelijkertijd de stimulans kon geven om het beter te doen, om op basis van de evangelische boodschap proberen toch telkens weer opnieuw te beginnen vanuit de juiste inspiratie. Dus niet vanuit een arsenaal morele regels en guidelines die eigenlijk niet meer aangepast waren aan de tijd van toen, maar wel de originele, frisse basisinspiratie die we in ons eigen leven kunnen gebruiken, juist misschien uitgaand van het falen van het instituut, om dan te zeggen, we moeten het toch beter proberen te doen. En in feite wordt dat ook beschreven in een boek over Michel de Certeau, over zijn eigen begrafenis. Wanneer hij vrij jong gestorven is, werd hij begraven in een jezuïetenkerk. Hij was jezuïet ook weer. En heel de Franse intellectuele wereld was daar aanwezig. Doorgaans ijdele snobs, zoals we bij ons ook hebben in Vlaanderen. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Maar je hebt dat zeker ook in die Parijse wereld. En die zaten daar allemaal in een kerk waar ze zich al niet zo goed voelden, sommigen onder hen. En dan is er zo'n getuigenis van Julia Kristeva, die dan zei, dat was daar zo'n moment, vooral toen daar het liedje van Edith Piaf werd gespeeld, Je ne regrette rien. En daar zit ook het kleine zinnetje in, je repars à zéro. Ik begin terug van nul.
En dat is natuurlijk, daar zit ook die magie in van die poëtuur. Als je inderdaad met een verrot instituut te maken hebt op een bepaald moment, is de boodschap zo sterk dat met de humus van het verleden en de inhoudelijke kracht van de ideeën je echt kunt permitteren om elke keer opnieuw te beginnen. Dat vind ik ook iets van het meest fantastische aan het geloof in het algemeen. Niets is verloren. Je kunt elke dag opnieuw beginnen. En dat vind ik, ethisch gezien, toch van een heel ander gehalte dan een regel van verbod en gebod, vooral op seksueel gebied en zo meer. Eerlijk gezegd, als ik eerlijk ben, dat interesseert mij absoluut niet. Dus ik ben zelfs niet tegen die regels die de kerk over seksualiteit maakt en over wat het mogen zijn, getrouwde, echt gescheiden, homorelaties en zo verder. Ik vind die gewoon niet interessant. Dus die missen de frisheid en de onbevangenheid van het elke keer opnieuw te kunnen beginnen. Van ook, want dat vind ik ook moraal, en dat je dus een gevormd geweten hebt, in de zin van Thomas van Aquino, die slim genoeg was om Dominicaan te zijn en geen Jezuïet, en die uiteindelijk uitging van het gevormde geweten als de ultieme arbiter als het erop aankomt. En ik denk dat dat ook helemaal juist is. Een christen is toch niet iemand die een arsenaal van regels probeert na te leven, maar wel iemand die zo geïnspireerd is door een boodschap waarin transcendent aanwezig is, dat hij daardoor ook een ethische houding probeert in te nemen die zich niet laat vangen in regeltjes. Want ook dat vind ik een heel moeilijk probleem. Hoeveel mensen lopen er vandaag niet rond die zeggen, wanneer ze met u spreken en zo, wat zou Christus vandaag doen? Wat zou Jezus vandaag doen? En daarmee bedoelen ze eigenlijk, hij zou vandaag doen wat ik nu denk. Hij zou mij volgen. Maar dat weet ik niet. Dat zou ik nooit durven zeggen. Als er iets was in de houding van Jezus Christus, is het toch wel dat je nooit kon voorspellen hoe het ging aflopen. Er waren altijd paradoxen. De eerste zullen de laatste zijn. Hij ging vooral op bezoek bij mensen die af en toe lichte deficienties vertoonden in een gedrag van wat we vandaag ethisch wenselijk zouden noemen. En dus in die zin, als er al sprake is van ethiek, is het denk ik vooral het gevormde geweten. Niet veroordelen, dat is al een tweede punt. Je kunt er je idee over hebben en dan de kracht hebben om niet te veroordelen, vind ik dikwijls buitengewoon sterk. En dan komen we ook op dat andere gebied, dus het hospitaal bijvoorbeeld. Een beeld dat wordt gebruikt door deze paus. Ik ben het niet altijd met hem eens in alles wat hij zegt. Ik heb ook geen Latijns-Amerikaans temperament. Maar wat zeker wel zo is, als je zegt, ja, de kerk is een veldhospitaal, ja, dat er eigenlijk altijd gewonden zijn, op elk moment. Daarom is het ook een veldhospitaal. Je gaat niet naar de kerk om daar lang op voorhand gepland een operatie te ondergaan en zo, om je weer helemaal in orde te maken. Nee, een veldhospitaal betekent dat je door gewoon te leven af en toe wat gehavend bent en moet herstellen van die kwetsuren. Dat vind ik als ethische houding ook zoveel beter. Het laat ook mensen toe om fouten te maken. Niets is gruwelijker, denk ik, en staat meer haaks op echt christelijk leven dan eisen dat mensen volmaakt zijn. Dat deed Jezus Christus niet. Bijvoorbeeld, als je neemt het verhaal van Zacchaeus. Dat was een man die klein was van gestalte, wat doorgaans op een grote intelligentie wijst. En die was dus in een boom gekropen om Jezus te zien passeren. Wordt door Jezus eruit gehaald. Jezus doet daar iets wat eigenlijk onbeleefd is, vind ik. Hij nodigt zichzelf uit om bij die man te gaan eten, terwijl de etikette toch voorschrijft dat het andersom is. Maar goed, dat wordt hem vergeven. Integendeel, Zacchaeus is heel blij. En zegt, ja, de mensen die ik heb bedrogen, ga ik drievoudig terugbetalen, want hij bedroog nogal graag als een soort belastingambtenaar. Een milieu waar Jezus goed in thuis was. Die mensen zocht hij blijkbaar op. En dus die ging hij terugbetalen. En voor de rest gaf hij de helft van zijn fortuin weg. Vind ik interessant, want merkwaardig daarin is voor mij dat hij de andere helft behield. En daar zal hij nog wel genoeg aan overgehad hebben om rijkelijk te leven. Wat ik dus daar fantastisch in vind, is dat die man niet zegt, dat Zacchaeus niet zegt, ik geef alles weg.
Dat zou de totale zelfontlediging zijn zoals sommige moralistisch denkende mensen dat vandaag zien. Zacchaeus deed wat voor hem menselijk mogelijk was. Hij riep zijn eigen corruptie een halt toe, voorlopig, we weten niet hoe het later is gegaan, en gaf de helft van zijn bezit weg, wat vriendelijk was, maar ook niet zo vriendelijk dat hij zichzelf vergat. En daar vind ik zo'n antropologische wijsheid in, die haak staat op het moralisme van geen seks voor het huwelijk, terwijl het voor het huwelijk misschien juist plezanter is dan daarna. Geen zegening van homorelaties, want die relatie klopt niet, terwijl misschien de hetero's zogezegd een natuurlijke relatie hebben, maar veel onmenselijker zijn soms tegenover elkaar. Dus oordeel toch niet over die prularia, maar ga naar die basis terug. U spreekt over uw moraal op menselijke maat. We nemen dat mee. Hartelijk dank, professor. Dames en heren, tot de volgende keer.